Vandaag weer leuke gasten. Kijk mee naar een nieuwe Ernest Today. Mag ik hem aan je geven? Dan kan je hem lezen op de Nederlandse Antillen of op de Caruela. Super, dankjewel. Dank. Deze week wordt hij 61, de manager zonder grenzen zoals hij zichzelf noemt. De showbizwereld kent hem als Big Jake, voormalig manager van internationale artiesten als Hathaway en Dr. Alban. Zijn oude schoolgenoten noemen hem Sjaak. Ik heb het over Jake Hampel. Ja, deze plek is heel bijzonder. We zijn hier bij het Oud Eik en Duinen. Nou, dat is eigenlijk de plek waar mijn ouders begraven liggen. En wat de bedoeling is dat mijn laatste reis ook hier naartoe gaat. Bovendien ben ik een ondernemer. En mijn laatste aankoop is een bloemenkiosk aan de ingang van Oud Eik en Duinen. En aangezien de televisiewereld me ooit gelanceerd heeft als Big Jake, heb ik allemaal bedrijfsvoeringen getypeerd met mijn initialen BJ. Dus naast de Big Jake groep, BJ Horeca en Entertainment, is er sinds kort ook een BJ Flower Department. En ik hoop dat de bloemen die hier gekocht worden zijn voor de dierbaren die we nooit zullen vergeten en waar we altijd een plekje in ons hart zullen behouden. Prachtig, zeker ook als je ouder wordt en het entertainment circuit toch een stukje achter je laat om dan toch nog iets moois neer te zetten voor de rest van je leven, een nieuwe fase. Ja, zonder meer. Ik bedoel, de entertainment industrie die is totaal veranderd. Ik kom nog uit de tijd van de singeltjes, de 45 toerenplaatjes, de 33 toerenplaten. Het werd daarna werd het video, DVD, CD. Ja, en nou is het AirPods en nu heb je alleen maar streamingdiensten. Dus er wordt helemaal fysiek niks meer gekocht. En dan moet je meegaan in de tijd. Je moet een hoop dingen overlaten aan de nieuwe generatie. En in de spiegel kijken en denken van wat kan ik nog wel en wat kan ik niet. En wat is functioneel. En in die fase ben ik aangeland. Kan je jezelf nog herinneren wat je wilde worden toen je jong was? Ja, toen ik jong was had ik eigenlijk ambitie om journalist te worden. En de advocatuur, ja, die leek me ook wel interessant. Ik heb natuurlijk een vader die bij de rechterlijke macht heeft gezeten. En ja, dan het triggerde me wel om op te komen voor mensen. En advocatuur vind ik toch wel een bepaalde belangenbehartiging. Vind ik een heel mooi doel. Uiteindelijk is het anders geworden, gewoon ondernemer. En dat heeft zijn plussen en zijn minnen. En een succesvol ondernemer, als ik het zo mag zeggen. Ja, succesvol ondernemen, dat laat ik altijd over aan de anderen. Dat laat ik over aan de commentaren of kritieken van mijn personeel. Dat laat ik over aan mijn klanten. En daar ga ik zelf niet over oordelen. Je hebt kinderen, je bent populair, je kan alles kopen. Maar wat is voor jou nou echt belangrijk als je 's avonds thuis komt? Wat maakt je gelukkig? Ja, wat me gelukkig zou maken is dat ik zo lang mogelijk mijn mobiliteit kan bewaren. Dat gezondheid niet te koop is, dus dat je daar zuinig mee om moet gaan. En dat je nog een beetje moet gaan genieten van het leven. Want je leeft niet om te werken. En je werkt om te leven. En dat is me de laatste jaren wel een beetje ontgaan. En daardoor doe je mensen tekort. Daardoor kan je ook in een isolement raken. Dus het is tijd voor bezinning. Is er iets waar je spijt van hebt in je hele carrière of in je hele leven? Waar heb je spijt van? Als je keuzes mag maken, dan had ik meer tijd in mijn kinderen en kleinkinderen moeten stoppen. En had ik moeten realiseren dat succes heel vergankelijk is. We doen het allemaal voor het applaus. Maar alles is relatief, alles is vergankelijk. En op het moment dat ik mijn hoofd hier neer heb gelegd, dan zijn er al tientallen nieuwe Big Jakes opgestaan. Je werkte met en voor de grote namen, zoals Dr. Alban, Hathaway en dichterbij huis de familie Hazes. Heb je nog contact met al deze mensen? Nou, het is wel leuk dat de mensen die ik hier in Nederland gemanaged heb, zoals een Def Rhymes en een Rossen Iba, en in het buitenland artiesten, dat ik die nog vaak aan de telefoon heb. Dan haal je de leuke ervaringen van vroeger op. En je moet alleen er niet in blijven hangen. Het is nostalgisch. Alleen het hier en nu is bikkelhard. En het gaat altijd kijken, vooruitkijken. En omkijken, dat moet je niet blijven doen. De kranten staan vol met artikelen over jou, positief of negatief. Maar als jij de mensen iets over jezelf zou mogen vertellen, wat zou dat dan zijn?
dat ik mentaal een harde kerel ben in het zaken doen. Maar dat ik ook een mens ben van vlees en bloed. En dat mijn hart net zo groot is als ieder ander mens. En dat mijn emotie, naarmate ik ouder word, ja, des te meer naar boven komt. Niemand weet hoe laat het is. Mensen, klein en groot, hebben dromen. Heb jij nog dromen, Jack? Ja, wat heb ik voor dromen? Dat ik ooit nog eens een keer ergens in Spanje of op de Antillen lekker in een huisje kan zitten en kan gaan genieten van een borrel. En ja, daar tegen mijn kinderen kan zeggen van nou jongens, hier hebben we het allemaal voor gedaan. Voor welke plaat mag ik je s'nachts wakker maken en waarom heeft hij zo'n betekenis voor je? Ja, in de tijd dat Kevin Costner met Whitney Houston The Bodyguard maakte, was ik heel actief in Amerika. En ja, Whitney Houston heb ik natuurlijk ook meegemaakt bij het Arista label met Clive Davis. Dus ja, I Will Always Love You. En dat is dan bestemd echt voor al mijn dierbaren. Mooi. We vieren straks je verjaardag in de Red Devil Hotshot in Delft. Als de tijd ons gegeven is, waar vieren we je verjaardag over 5 jaar, Jack? Als de tijd ons gegeven is, waar vier je mijn verjaardag over 5 jaar? Ja, in ieder geval niet met een rollator in een bejaardentehuis. Maar ja, dat moet dan ergens langs de Spaanse kust, de Franse kust of ja, misschien wel op de Antillen. Op de Antillen. Nou, dan hoop ik je daar te zien, Jack. Ga je mee naar Delft? Ga een feestje vieren. Ik ga mee naar Delft. Dankjewel, vriend. Bij een nieuwe Ernest Today. It's party time. Ernest van Loon. Jakey, van harte feliciteren met zijn verjaardag natuurlijk. Oh, dat deden we. Kut. Oh ja, dat ging we. 61 jaar. Hey, gefeliciteerd, Pik, je hebt het gehaald. 61. Nou nog 62. Ja. Dat wordt wel een dingetje. Ja. Hey, wel leuk, leuk verjaardagscadeautje dat hij gewoon er vandoor gaat. Ja, en de tyfus. Dat is wel fijn. Ja. Maar in ieder geval nog heel veel gezonde jaren. En we houden van je. En let op je met je drank vanavond. Ja, met drank komt het sowieso wel goed. Maar één ding gaan we sowieso doen. We gaan sowieso de shiitake dansen vanavond. Ja! Zo, en mijn borden gooien. Zo, op ons hoofd zo. Dank! Later, ouwe. Ja, hij is nu vandaag jarig, jongens. Hij is 61 jaar geworden. Gefeliciteerd, Jake. Hoe voelt dat? Ja, geweldig. Amazing. Heerlijk. En je lijkt wel 50. Nou, nee, ik voel me 80. Ja? Ja. Maar ik heb het lichaam van een 50er. Ja, sowieso. Dus we hebben dubbel feest. We bestaan een jaar en onze Jekie is jarig. Hoe gezellig is dat? Ja, keigezellig. Keigezellig. Gefeliciteerd! Zie je, zo moeilijk is het niet. Hey, gefeliciteerd al! Mr. Vleugel, een hele goede avond. Hallo, goede avond. Hoe is het? Ja, goed hè? Goed geschoren. Ja. Ja, ja, ja. Hij ziet er lekker uit en hij ruikt lekker. Ja. Volgens mij hebben wij dezelfde kapper, lieve vriend. Zeker, zeker. Ja. Ook de ballen geschoren? Tolle kapper. Dat geloof ik niet. Wat heb je bij je, lieve vriendin? Wat ik net even van Frank en Fleur krijg natuurlijk. Amazing. Let op de duckout, hè jongens. Kijk dan. Ik zou zeggen, trek hem even aan. Danielle. Ja. Luister, je bent hier op het eenjarig bestaan van Red Devil. Wat vind je ervan? Helemaal geweldig. Ja? Maar ja. Hoe ben je hier beland geraakt? Ooit, met carnaval. Want jij bent de stadsprinses van Delft. Begrijp ik. De knapste vrouw van Delft. Delft bestaan. In de Kromstraat. We hebben een feestje bij de Devil. 1 jaar bestaan. En deze tijgers zijn er altijd bij. Om de Cycle and the City. De gouden fietstoer van Delft. En die eindigt altijd met een feestje. Wauw. En dat is dus bij de Red Devil. Zeker weten, zeker weten. Als je feestje wil vieren, dan moet je hier zijn. Vorige keer bij Toerloo in Den Haag. En vandaag Red Devil Hotshot. Hoe is het met je? Ja, hartstikke goed. Ja, dankjewel. Hoe is het met jou? Ja, met mij is het fantastisch. Ik vind het leuk je weer te zien. Ik vind het leuk om David weer te zien. Vandaag de verjaardag van Jake. Ja, wil je nog iets zeggen tegen Jake? Lieve schat, hartstikke gefeliciteerd met jouw 61e verjaardag. En ik hoop dat je een hele fijne dag hebt gehad. We gaan straks lekker proosten op jouw verjaardag. Dus... ja, gefeliciteerd lieve. Hey, maar hoe vinden jullie het hier? Ik vind het nu echt oprecht heel erg leuk. Ja? Ja, ik ben echt aan het lachen. Maar zijn jullie al een keer eerder geweest hier? Ik zelf nog nooit. Nee? Want we bestaan 1 jaar. Ja. Dus dat is een feestje. En daar komt Jesse erg. Nou, ik moet wel zeggen,
Het is ook wel een feestje binnen. Ah, dat is leuk om te horen. It's party time! Ernest van Loon! Nou, grab is easy, doe eens wat dan. Put your hands up, put your hands up, put your hands up. En klap, en klap. Geef hem een klap, geef hem een klap. En klap, en klap. Geef hem een klap, geef hem een klap. Hey. En dan mag je meezingen, lieve mensen. Komt hier aan, komt hier aan, komt hier aan, komt hier aan. Dit mag harder! I wanna shut down the... With... Ik wens jullie nog een hele mooie avond met z'n allen. En heel graag tot de volgende keer. DJ take it over. Lieve mensen, heel graag voor de volgende keer. Pas goed op elkaar en een mooie avond. Ja, ik heb het. Ik heb het. Jij bent op baan. Wil je meer zien en horen? Ga dan snel naar ernestvanloon.nl. Later!